ik ben Teske en het komende jaar gaan mijn zus en haar vriend mij dagelijks volgen in mijn leven als YouTuber, blogger en het allerspannendste zangeres. In deze serie zie je wat voor avonturen ik beleef. Dankjewel, een hele fijne dag. Het leek me heel leuk om dit festival te bezoeken, omdat happiness voor mij ook staat voor een beetje persoonlijke groei en zo. En dat vind ik heel belangrijk. Ik heb het gevoel dat hier heel veel werelden samenkomen op een of andere manier. Want het zijn allemaal hele verschillende mensen. Maar iedereen is in ieder geval geïnteresseerd in een vorm van verrijking van het leven. En dat vind ik wel heel mooi. We gaan zo naar een sessie van Spirit Connection. En het is blijkbaar een heel erg bijzondere sessie met mooie klanken en bijzondere instrumenten. En het is dus meditatie. En ik ben heel benieuwd hoe het gaat zijn. Ik wil natuurlijk heel goed voor mijn lichaam zorgen, want dit is het enige werktuig wat ik heb voor de rest van mijn leven. Maar ik vind het wel heel moeilijk om dat te doen. En ik denk wel dat ik vrij bewust ben van wat ik eet en wat ik wel en niet kan eten. Maar ik hou gewoon heel erg van lekker eten en het meeste lekkere eten is gewoon niet zo goed voor je. Helaas. Ik zou het super fijn vinden om balans te hebben in wat ik eet en daardoor ook hoe ik me voel. Want ik weet gewoon dat als ik slecht ga eten, dat ik me ook minder goed voel. Maar dat is toch een zwakte dingetje wat ik nog steeds in me heb. Ik had ook al lang door al mijn normen en waarden veganist willen worden. Dat ben ik ook nog steeds niet. Gewoon omdat dat toch een hele grote opgave is. Waar ik nog niet sterk genoeg voor ben in mijn ogen. Nou, dankjewel. Kijk, je hebt het goed. Natuurlijk. Ik vind zo'n dag zoals vandaag gewoon heel lekker en heel rustig en inspirerend. En ik kom hier altijd heel kalm van terug. En dat is denk ik het fijnste wat ik hier aan overhoud. Appelgember-citroen-thee. Ik heb dus wel al 2 jaar achter elkaar die vegan challenge gedaan. En dat ging me op zich best wel goed af. Alleen buiten de deur vond ik het gewoon altijd lastig. Mm-hmm. Omdat ik gewoon heel vaak afspraken buiten de deur heb. En als je dan iets wil eten, dan kom je bijna altijd uit op friet. Als je de ander in ieder geval laat kiezen waar je naartoe gaat. En daardoor heb ik gewoon elke keer weer gedacht van ja, shit, ik vind het wel moeilijk. Ik zei deze week nog, waarom ben je dan niet gewoon thuis veganistisch? En dan buiten de deur, weet je wel, wanneer het niet anders kan, mm-hmm. Weet je wel. Ja, zo dubbel. Ik vind het zo gek hoe ik er zo treurig van kan worden. En dan toch dan die smaak waarvan je eigenlijk, als ik daar heel nuchter over nadenk, denk ik, ja, het is een smaak. Hoeveel kan het uitmaken voor je leven? En dan mm-hmm. toch wint het. Dat is denk ik gewoon omdat je nog niet genoeg nieuwe smaken geleerd hebt. Ja, denk ik ook. Tuurlijk, net als een kind, die houdt super veel van snoep. En die gaat echt niet zo makkelijk overgaan naar, weet ik wat, broccoli of zo. Nee. Gewoon omdat hij die andere smaak zoveel lekkerder vindt en dat het enige is wat hij kent. Ik heb vandaag opgenomen met Laila. In oktober stuurde ze mij een mailtje. Toen had ze gezien dat ik bezig was met de vegan challenge en zij is zelf veganistisch. En toen stelde ze voor om een keer een video samen te maken waarin we een veganistische maaltijd kookten. Hey guys, ik ben hier vandaag met Laila. Ja, we gaan kijken hoe we deze vegan chili gaan maken. Om te beginnen snijden we een uitje en een knoflook. En terwijl ik dit doe, ga Teske de olie ervan doen. Ze deed open en we liepen naar boven en toen dacht ik al gelijk van oh, dit is echt gewoon een heel leuk, relaxed meisje en ook best wel gewoon een fijne persoonlijkheid. Het is altijd afwachten, want je kan wel iemand spreken via de mail en dan lijkt iemand heel leuk, maar ja, het is heel moeilijk aan te voelen, weet je wel, hoe iemands persoonlijkheid is en of het klikt en of je een beetje leuk een video samen kan maken en of je op je gemak voelt. Maar dat was eigenlijk direct, was dat gewoon heel goed en ik vond het echt super leuk. Dit is echt lekker. Ik weet wel dat het grootste gedeelte van mijn kijkers zal nooit vegan worden. Nee. Maar ik vind het altijd wel heel leuk om ze er een beetje van te kunnen laten proeven hier en daar. Ja, dat is ook hoe het werkt. Hoeveel mensen zouden er nou van geiten gehouden hebben
als jij niet had verteld dat jij mijn geit hield. Dat is wel echt zo. Juist de dingen, jij moet ze juist voorstellen of neerleggen of laten zien. En dan denk ik dat heel veel mensen dat ook leuk vinden. Ik denk dat ik door haar wel weer eens heb gezien dat ik echt meer veganistisch wil eten. Ik vond haar er heel nuchter over toen ik zei van ja, maar ja, soms moeilijk in restaurants en zo. En toen zei ze van ja, maar dat is heel makkelijk zo op te lossen of heel makkelijk zo op te lossen. Ik weet alsnog niet of fulltime veganist iets voor me zou zijn, maar ik ben wel even wakker geschud, zeg maar, dat ik zo vaak voor de makkelijke weg kies. Terwijl ik eigenlijk het compleet niet eens ben met de industrie die kaas maakt. En ik volg ook veganistische blogs, maar het is altijd wel zo dat als je iemand dan in het echt spreekt, dat het weer even wat duidelijker binnenkomt. Op een hele positieve manier, want er zijn mensen die een soort van dingen verbieden, maar zij had het meer over mogelijkheden en dat vind ik wel cool. Ik was echt heel erg geïnspireerd door haar vandaag. En nu wil ik echt boven een Turkse supermarkt wonen. Ik kook wel bijna elke dag zelf. Ik denk dat ik ongeveer 5 keer per week kook. Maar als het kan en ik ben niet uitzonderlijk moe of zo, dan kook ik het liefst altijd zelf. Toen ik hier ging wonen, toen dacht ik van, nou, ik heb echt best wel een mooie keuken. Toen dacht ik, ja, ik kan niet elke dag van wokgroenten en rijst gaan leven. Oh, ik heb gewoon die hele... Ik heb dit hele metaal verbogen net. Ik denk dat het allemaal heel erg belangrijk is gewoon dat je voor balans zorgt. Ik denk dat ik heel veel van wat ik denk dat gezond voor me is, van mijn moeder heb geleerd. En dat voor mij de regel is van alles wat uit de natuur komt, is altijd beter dan wat door mensen zelf is gemaakt in een fabriek. Vlees komt ook uit de natuur. Maar het is ook niet zo dat ik vegetariër ben omdat ik denk dat vlees niet goed voor je is. Want weet je, als iemand vlees wil eten en hij gaat het bos in en hij schiet een groot eland en hij stopt dat vlees in blokken, stopt hij dat in zijn vriezer en hij eet er een maand van, top, weet je wel. Als je dan vlees wil eten, doe het dan op die manier. Ik denk ook dat het best wel natuurlijk is, omdat we toch in een soort van voedselpyramide leven, dat de een de ander doodmaakt. Maar de manier waarop het nu gebeurt in de industrie, dus dat wij eigenlijk mensen gewoon op onze luie reet kunnen zitten en niks hoeven te doen voor ons stukje vlees, dat vind ik niet natuurlijk. Dus ik ben gestopt met vlees eten toen ik 9 jaar was. En dat heb ik altijd volgehouden. Ik denk, misschien als ik later pas vegetariër was geworden, dat ik het dan ook niet vol had kunnen houden, omdat ik misschien al doorgehad had hoe lekker vlees was. Als je geen vlees meer wil eten en je wil het echt niet, dan kan je makkelijk stoppen met vlees eten. Maar er zijn heel veel mensen die het zo lekker vinden en daardoor niet kunnen stoppen. Dat is helemaal niet erg. Dat is precies dezelfde reden waarom ik wil wel veganist worden, maar ik wil het niet 100%. En daarom kan ik het niet. Omdat ik graag nog die dingen die niet vegan zijn wil eten. Ik weet niet of ik ooit veganist word. Ik hoop wel steeds meer plantaardig te gaan eten. Bijvoorbeeld, ik eet alleen nog maar sojajoghurt. Ik neem bijna nooit meer normale yoghurt. Ik drink eigenlijk geen melk. Ik neem standaard plantaardige melk in huis. Dus ik hoop wel dat zich naarmate nog meer gaat ontwikkelen naar meer plantaardig en zo weinig mogelijk dierenleed. Ik zat eigenlijk te bedenken wat voor video's ik allemaal wilde maken in mijn januari maand. Omdat ik natuurlijk 31 keer ging uploaden die maand. En dat is best wel veel. En toen dacht ik, ja, ik wil eigenlijk heel erg graag een video maken die mensen bewust maakt van het adopteren van asieldieren. Ik weet niet, het was eigenlijk gewoon een spontaan idee dat bij me opkwam.